zitten op tafel. Roerloos uitgespuugd. We zijn in het Amsterdamse Bos, in het Openluchttheater. En hier achter mij zie je het decor van de voorstelling De Laatste Zomer. En die speelt deze zomer 2 maanden. Ik speel Jacinta. En dat is een pittige tante die heel goed weet wat ze wil. En iedereen redelijk om haar vingers weet te winnen. Ik speel Leonardo en dat is een beetje de visa papa van het dorp. Zo de jongen die het gaat maken, zo gezegd. En ik ben verloofd met Jacinta. Het stuk heet De Laatste Zomer. En het gaat over een groep welgestelde mensen die elk jaar in Montenero een luxe vakantie gaan vieren. Maar eigenlijk allemaal bankroet zijn. En dat niet van elkaar weten en eigenlijk in de schijn ophouden. Tutto, maar dan ook echt tutto Livorno zit van de zomer in Montenero. Dus alles moet picobello perfect tot in de puntjes geregeld zijn. Het is gewoon elke dag buiten en dat is sowieso al heerlijk. En het is echt de ruimte. Het is echt grote passen, 1400 mensen in dit theater. Het spelen vind ik superleuk en is heel fijn. Je bent natuurlijk overgeleverd aan de wetten van de natuur en aan de vogels en zo verder. Kikkers. Vliegtuigen. Ja. Maar dat valt heel erg mee. Tijdens de repetities een beetje, maar er wordt heel veel contact gehouden met Schiphol. Dus, en daar, wij houden heel veel rekening met elkaar. Zij houden volgens mij veel rekening ook met ons. Vaak als wij om 9:30 beginnen, dan is de baan meestal dicht. Dus dat is voor ons heel gunstig. Ja. Die hele vakantie kan mij gestolen worden. Ha! Montenero. Mijn zus kan de pot op. Die jurk stopt ze maar in haar klerenkast. Is er dan...